Welkom bij Kunst is Durven en Doen, de derde keer alweer in de lessenserie het tekenen en schilderen van zilver en glaswerk. Deze foto komt jullie bekend voor. Vandaag gaan we hem met acrylverf schilderen. Ik heb gekozen voor een klein paneeltje om het voor te doen. We hebben natuurlijk nodig acrylverf, penselen, water, een potlood en een gummetje om het eventjes te tekenen. Kijk lekker mee. Ik begin eerst met de achtergrond, een beetje grijsblauw en een beetje een wittig tintje te schilderen, dat ik dat alvast gedaan heb. Dan maak ik hem droog en dan ga ik de rest erop tekenen. De schets staat er in ieder geval eventjes op. Ik ga nu weer, net als bij het kleurpotlood en het pastelkrijt, eerst met witte verf alle lichte accenten aangeven. Daarna met zwarte verf alle donkerte. En dan ga ik de tussentonen van de wit en de zwart gemengd met grijs. En denk ik zelfs ook iets van blauw van de ondergrond wat er een beetje inspiegelt. Kwastje. Thank you.
voor nu laat ik het even zo. Volgens mij is het echt wel glas geworden. Het is natuurlijk een heel klein schilderijtje, wat het heel moeilijk maakt om ook, zeg maar, hier in die gaatjes nog een randje zwart te maken, om er wat diepte in te brengen. Als je het thuis gewoon op wat groter doek probeert en iets eenvoudigere vormen, heb je er sneller succes mee. Dit is best wel gewoon een stuk in de schaduw, maar deze randjes zouden eigenlijk nog een heel klein tikkeltje zwart kunnen hebben. Maar dat moet goed droog voor zijn. Dat ga ik vandaag zeker niet meer redden. Voor nu laat ik het eventjes zo. En wie weet heb ik er nog wat aan gedaan en laat ik hem volgende week nog zien hoe die uiteindelijk ook nog kan worden. Maar voor nu denk ik genoeg oefenstof. Goed kijken en durven en daarna doen.